Guido Vroemen, coach, topcoach van diverse atleten die serieus met sport bezig zijn. Adviseer jij jouw atleten om magnesium te suppleren. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over magnesium voor een betere sportprestatie. Zinvol of onzin? Turners zijn er dol op, omdat het klamme handen vermindert en meer grip geeft. Maar volgens dokter Google is magnesium ook nuttig voor andere sporters. Zo zou het onder andere voor sterkere spieren zorgen. Wat doet magnesium precies in ons lichaam? En is het slim om er wat extra van te nemen voor een betere sportprestatie? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Juge. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan uh, verder op het thema chemie in het menselijk lichaam. Vorige week spraken we uitgebreid over lactaat. Vandaag weer een onderwerp uh, met een stofje. Namelijk uh, supplementen. Ja. Magnesium gaan we het over hebben. Ik zag hem bij jou op de keukentafel. Hij uh, staat hier in de kast, omdat ik inderdaad uh, wel eens uh, zo kort voor de marathon uh, dat er even bij steek. Ja. Voor je uh, klamme handen? <laughs> ik heb het wel vroeger, in het begin van mijn sportcarrière, toen ik als jeugdig jongetje nog in de turnselectie zat, veel op mijn handen gesmeerd voor het rekstokken. Ja, ja en nu uh, slik ik het. En ik weet dat wij het er wel eens eerder in de podcast over gehad hebben, dat ik toen volledig werd weggehoond en belachelijk gemaakt door uh, ene Guido ah. Vroemen. Uh, met hem gaan we aan het einde van deze aflevering natuurlijk nog even zoomen. om te vragen of hij zijn sporters aanraadt om magnesium te slikken of niet. Vermoed al het antwoord, maar ik ben wel benieuwd nou, waarom. Ja, maar je bent wel uh, uh, goed aan het presteren. Dus ik, uh... Ja, um, en toen kwam al even naar voren. ja, waarom dan? Uh, ik, ik weet het niet meer. Nee. Ik denk een soort internetwijsheid of zo, dat je dat dan leest rondom het thema kramp. Ja, het en, klopt. En uh, dat, ik, dat ik dat daarom dan maar pak onder het mond. baat het niet, dan schaadt het ja. niet. Dus ik ben razend nieuwsgierig om in deze aflevering erachter te komen. Wat, wat doet dat stofje ja. eigenlijk precies? Hoe werkt het? En vooral dan, heeft het inderdaad aantoonbaar positief effect? En moet ik dat blijven slikken? Of kan ik beter ja. uh, stoppen daarmee? Ik heb inderdaad ook twee UHTT'ers van dus uh, verenigingsleden al bij me gehad. Ja. Die uh, beide vroegen van ja, dat magnesium. Uh, moet ik dat nou wel of nee, niet nemen? Ja. Tegen de kramp wordt dan ook vaak gehouden. Tegen de kramp. We hebben Remy, vriend van de show, die mailde ons met een vraag van uh, ja, elektrolyten. Waar magnesium er ja. dan een van zou zijn. Helpt dat tegen kramp? We hebben de, een brief. Nee, dat is niet waar. We hebben een lange mooie mail van Jeroen van der Stouwen gehad. Die ons ook vraagt uh, naar allerlei mooie complimenten over de podcast. Goh, vertel eens even iets over supplementen uh, allerlei. En dan specifiek ook magnesium. Ja. Dus uh, laten we er maar eens in duiken. Uh, is het zinvol of onzin om dat te slikken? En wanneer en hoe en waar dan? En dan beginnen we bij de basis. Ja. Wat uh, ik doet moest, magnesium? Uh, ik moest er ook behoorlijk induiken, Want het is niet uh, alledaags uh, uh, leesvoer voor mij. Uh, heb jij het? Slik jij het? Nee. Nee. Nou, ik slik het uh, gewoon in mijn eten. Dat is eigenlijk... Uh, je, je, eet, ja. je eet eten waar het in ja. zit. Waar zit dat het is, in? Nou, dat nou, is daar dus... Laten we maar mee beginnen. Eerst maar eens even, want magnesium is dus een, uh, een mineraal. Ja dacht ik, huh, wat bedoelen ze daarmee? Nou, dat is dus een stof die van natuur in de natuur wel voorkomt. Ja. Uh, dus niet zozeer in, alleen in dieren of in planten. Uh, het menselijk lichaam kan het niet zelf aanmaken. Okay. Dus we moeten het opnemen via het voedsel. En het zit vooral in uh, nou, best wel heel veel dingen. Groente, fruit sowieso. En uh, noten, amandelen, in uh, graanproducten, uh, Groente, fruit een hele Volkoren, pasta, ja. Zit er een specifieke nee, groente? Daar heb, daar nee, daar nee. ben ik niet tegengekomen. Niet een magnesiumgroente. En uh, je moet ongeveer, uh, ja, de richtlijnen 300 à 400 milligram per dag binnenkrijgen. Ja. Um, ja, even kijken. Dan, um, het wordt grotendeels opgeslagen, als je het binnenkrijgt, in onze botten en spieren. Oké. Okay. Dus botten botten daar... En de spieren. Ja. Spieren zijn bezig ja, wij... Ja, precies, dus daar, daar komen we ook wel op. Uh, als je te veel van inneemt, is dat op zich niet erg. Want daarvoor heb je weer nieren. Ja. En die... Uh... Dat vind ik ook altijd interessant als we het over supplementen hebben. Kan je overdoseren? Ja, je zegt moet... dat is niet schadelijk of kwalijk? Nou ja, ik denk dat je je nieren ontzettend aan het werk gaat zeggen. Precies. Onnodig. Niet maar ja, die, die, we, die kunnen dus prima uh, te veel weer afvoeren. En die gaan ook, als jij te weinig inneemt, is een eerste reactie van... Ah, we moeten het wat van vasthouden. We moeten het in ieder geval okay. uh, op die manier uh, bij ons houden. Dus, maar ga je een laag dieper, dan kom je wel achter dat het echt wel complex is. Bijvoorbeeld, uh, en wat, wat vaak ook de moeilijkheden geeft in, uh, in het onderzoek wat nu nog gedaan uh, is. Als jij een bloedmonster neemt, dat is denk ik toch nog in de meeste gevallen een meest gangbare. Ja, dan uh, wat in het bloed zit is slechts 1% van je totale hoeveelheid en is geen goede afspiegeling eigenlijk van jouw concentratie bijvoorbeeld in botten en in spieren. Nou, okay. je... Dus eerste uitdaging, moeilijk meetbaar. Ja, en, en bovendien is het gebonden vaak aan allerlei eiwitten, albumine en uh, andere eiwitten, dus ja... Hoe, eigenlijk zou je het met, met NMR-scans of met biopten of noem maar op, zou je specifiek kunnen kijken van wat als je het opneemt, waar, waar gaat het naartoe? Ja. Uh, wat doet het dan precies? Nou, uh, waarom het belangrijk is, ja, dat is wel. Want het daar ben je denk ik naartoe. Ja. Hè? Want je gebruikt net al in de je eerste het zin het, het woord uh, moeten. Ja. We moeten het innemen, zei jij. Uh, ja. Ik ben heel benieuwd wat gebeurt er gebeurt als ik tekort heb. Ja. Wat, wat doet die stof? Nou, het is uh, dus uh, het is, um, MG2 Plus. Het is ook een ion. En in ieder geval wat belangrijk is, is voor de ionenbalans in, uh, in het lichaam, ja, simpel gezegd, onze, alle cellen die ja. zijn aan de binnenkant van ons lichaam, die zijn negatief en de buitenkant positief, die hebben een bepaalde ionengradiënt. En die is nodig eigenlijk uh, bijvoorbeeld voor uh, zenuwactivatie, uh, spieractivatie. Ja, wat je dan krijgt, dan stromen er allerlei ionen de cel weer in en die kunnen alle processen aanzetten. Dus dat is echt op moleculair niveau, ja. hoe werkt ons lichaam? Is dit een belangrijke stof? Super, ja, eigenlijk om de wel. Boel, uh, iedereen, ja, iedereen kent kalium, natrium. Die worden altijd gezegd als de, de belangrijkste daarin ja. die balans. Maar uiteindelijk magnesium, calcium. Die spelen ook allemaal wel een rol. Ja. En als je dat een beetje doortrekt, ja, dan kun je voorstellen dat het uiteindelijk ook met ja spieractivatie, spierkracht een rol speelt. Ja. Mm, daarbij ook zenuwactivatie, zenuwgeleiding. Dus um, coördinatie betekent ja, dat in het sporten? als je het zo ja. gaat. Maar eigenlijk uh, trekken ze het ook breder. te dus zeggen, ja, het is ook een cofactor, een co En dat ondersteunt dus zo'n beetje drie... Dat is drie... iets wat mij niks zegt. Ja, je hebt, enzymen heb je nodig voor allerlei chemische reacties. Hè? Ja, ja. Maar die hebben vaak een, nog dan zo'n element als magnesium nodig, dan, om dan, hun dan een co doen. om mijn werk te doen. Okay. En dan blijkt magnesium betrokken bij ongeveer 300 enzymen. Uh, nou, in het lichaam. Ik ga er even voor ja. zitten. Noem even Waarvan in ieder geval belangrijk wordt gezegd van uh, eiwit aanmaak en ook DNA aanmaak. Oké. Okay. Dus eigenlijk best wel een essentieel stof. Ja. Eiwit aanmaak. Uh, ik weet dat er heel veel soorten eiwitten zijn, maar dan ja. denk je, uh, hé, hey, spierenbouw. Ja, zeker. Dus uh, jij, jij, precies, je denkt al hard op mee van, uh, ja, allemaal gunstige effecten, dus uh, ja. jij bent blij dat je je magnesium slikt, hè? Uh, nog niet, want ik... Ik weet niet of dat zinvol is. Daar ja, ga ik je deze niet. aflevering achter komen. Nou, weet je wat wel? Kijk, het eten sowieso, dat is uh, wel even een puntje om te benoemen. Namelijk, dus, uh, die studie in de Stereo Notes, die vond ik... Er was een, een, ik denk een internist... die heeft zich ooit uh, een beetje zorgen gemaakt in een, een wetenschappelijk artikel... over het feit dat het wel is waar nu in de we westerse wereld... mensen toch, nou, een grote groep mensen, pak een beet... Ja, een grote groep, 10 tot 30 procent, eigenlijk van de, de mensen in de westerse uh, wereld, noem die met name. En dat relateerde hij aan het feit dat we veel bewerkt voedsel eten. Ja. En juist in dat bewerkt voedsel zit dat magnesium vaak niet meer. Okay. Um, dat er dus toch een hoop mensen eigenlijk met te weinig uh, magnesium rondlopen, magneetdeficiëntie. Nou, en laten we het nu maar eens even ernstig maken. Ja. Wat voor klachten krijg ik? Nou ja. Wat voor ziektes krijg ik? Wat voor dysfunctioneren krijg ik? In als het begin ik... is het slechts, nou ja, slechts vermoeidheid, niet lekker voelen, et cetera. Een beetje je... zoals ijzertekort ook, ja. dat soort klachten. Ja. 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 Maar als je echt structureel te weinig hebt, ja, dan zijn er wat, wat klinische uh, risico's. risico's En botbreuken sowieso. Okay. Maar daar hebben we natuurlijk een aflevering botten. over. Ja, broosbotten. Hebben wij in de aflevering 112 over gesproken? Ja, nou, en dan, uh, wat kwam ik nog meer tegen? Uh, ja, misselijkheid, vermoeidheid, spierkrampen. Dus dan, hey. Hey, daar gaan we dan ook, dus met te weinig. En dat zijn eigenlijk toch de, nou ja, uh, de problemen die dan genoemd worden. Um... Wacht, even, wacht even, wacht even, pauze. Aflevering 35 ja. hebben wij het over kramp gehad. Mm -hmm. Wij krijgen regelmatig via Instagram, via mail vragen over kramp. Moet ik meer drinken? Moet ik supplementen slikken? Ja. En mijn standaard antwoord geleerd uit aflevering 35 is eigenlijk altijd... Ja, het is heel vervelend, maar de wetenschap weet eigenlijk niet hoe kramp ontstaat. Mm -hmm. Hoor ik dan nu, 2,5 jaar later dan toch, dat er eigenlijk een wetenschappelijke studie is die wel degelijk uh, de relatie tussen magnesiumtekort en spierkramp heeft aangetoond. Ja, alleen dat is, een dat is toch een ander soort spierkramp, ah. waarschijnlijk. Uh, dan, dan kramp tijdens het sporten. Ja, dit zijn mensen die echt, uh, nou kramp bij zwangeren kom je vaak tegen en ouderen. Ja, want en daar ken ik magnesium ook van ja. als een vrouw zwanger wordt, ja. wordt geadviseerd om extra magnesium te slikken. Of vanwege toch, en of dat wordt gekoppeld dan aan de spierkrampen die zij hebben. En wij hebben toen in die aflevering ook gezegd, waarom, waarom het zo moeilijk onderzocht is, ja. die is, is dat je niet 1, 2, 3 kan opwekken. Je nee. kan niet tegen hem zeggen, nou, je gaat 10 keer met sporten en uh, negen keer met... gaan we eens kijken wat er bij jou gebeurt bij de kramp. Ja, en op 9 keer met ga je kramp krijgen. Nee, nee. dat uh, Ik kan me dus... voorstellen dat je ook heel moeilijk mensen een magnesiumtekort kan aansmeren om ze dan te onderzoeken. Ja. Nee, ja, dat is hoe doe je dat? Dat je dat nee, die studies zijn inderdaad dus het moet meer te maken met, hebben met het feit dat mensen nou ja, kijk, wanneer. Ik, ik noemde het voedsel is al één. Dat, dan praat je maar. Patiënten die echt nierproblemen hebben, die kunnen bijvoorbeeld hun uh, ja, magnesium slecht. Of die continu voeren ze die af. Die houden ja. dat niet vast. Ja. Uh, diabetes kom je dan vaak tegen. Mensen ook met daaraan gekoppeld hart- en vaatziekten, die kunnen wel wat sneller echt een magnesiumtekort oplopen. Maar nogmaals, de vraag is van. Hoe kan je dat precies... Is, is het echt een magnesium tekort? Hè? Waar je meet je de, kun je dat goed meten? Ja, daar begon je al mee. En, uh, maar wat wel interessant is in, in, uh, om toch te benoemen... Er is ook een studie in gedaan... Volgens mij bij, uh, een Spaanse studie bij hardlopers... Die de martel van Barcelona deden. Ja. En dan hebben ze gewoon gekeken... Naar de wat snellere groep, langzaam groep. Die deden allemaal tussen de drie en vier uur over. En eigenlijk... Maar 3,5 uur volgens mij hebben ze dan uh, de cut gelegd. En dan zeggen, nou, uh, zit er een verschil tussen de mensen die sneller lopen dan Dan 3,5 uur? Ja, en die langzamer. Nou, en dan zat hem niet zozeer een aantal trainingsuren. Ja, het zat een beetje in de, uh, de body mass index. Ze waren Wacht even, een andere studie. Dus ze hebben in zijn algemeenheid in het hele uitslagenveld gekeken. We trekken een streepje ja. 3,5 en we gaan kijken naar de verschillen in lopers tussen uh, onder de 3,5 uur, ja. boven de 3,5 uur. Volgens mij maar dat wel bepaalde leeftijd. een diverse groep. Ja, ja. mannen, en dan de leeftijd Ja, ik, ik, tussen de 30 en de 50. Okay. En Omdat daarom, je nu al een beetje zegt: no, trainingsuur maakt er niet echt nou uit. Ja, vind ik. Heel en, raar van. En daarop afgestemd, inderdaad gekeken van: uh, ik denk dat ze daar misschien wel de selectie hebben toegepast. Van iedereen moet minimaal pak een beetje nou, tien uur in de week hebben. Toch? Getreed, anders is het totaal niet vergelijkbaar. Iedereen heeft dezelfde aantal jaren dat ze lopen, okay, dat neem je ja, mee. Ja. En dan specifiek gevraagd van. En bloed afgenomen en urinemonsters verzameld. Ja, ja. Hé, hey, zit er nog verschillen in voedingspatroon? Ja. En dat bleek er te zijn dat eigenlijk die snellere groep, die at naar nou, simpel gezegd gezonder, uh, minder bewerkt voedsel uh, en ook, uh, daar zat die, die naam ook meer magnesium in. En ik heb het... Uh, Als even... supplement of in nee, de voeding? Nee, gewoon afgaande van wat ze op hun voeding Ze hadden voeding gewoon hebben. meer groente en fruit. Want ja. de mensen moesten invullen, wat de, hoe ziet jouw eetpatroon eruit? Precies, nou. En dat was interessant, want dan kwam je erachter dus dat uh, de ene groep inderdaad wel aan die normen voldeed. En die andere zat toch net onder die 300 milligram, ah. kwamen ah. ze uit. Dus, nou ja, om een beetje in het grotere... En komt hier dan de populaire wijsheid vandaan, je moet meer magnesium eten bij een marathon, want dat is beter voor je prestatie. Dat zou best kunnen. Waarschijnlijk, ja. 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 Want zo gaat dat met dit soort studies toch? Het is een heel smal genuanceerd verhaal, maar dat vertalen we dan een ah, ja. Meer magnesium. En als je het niet uit je voeding haalt, dan stop er maar wat pillen in. Ja. Dat is beter. Trouwens, ik ja, uh, ondanks die waarschuwing een beetje van die uh, die internist keek nog even wat en uh, hij noemde daarbij studies. Welke waarschuwing? Die, de waarschuwing van de internist, die zei dat er best wel van 10, pro, 10 tot 30 procent van ah, de mensen rondloopt met misschien te wel magneesium. een te laag magnesium. Ja. Ja, nou, hebben ze over de milde deficiëntie versus ja. de ernstige. Nou, die milde, daar daar is hij een beetje bang voor en dat geeft dus, nou ja, die vermoeidheid een beetje. Ernstig, ja, dan kom je misschien wel op een gegeven moment in het ziekenhuis. Um, het voedingscentrum in Nederland, uh, las ik nog even. Die zegt, nou, in Nederland komt uh, magnesiumdeficiëntie niet voor. Ja, daar moet ik dan maar mee doen. Oh, dus uh, een uitspraak. Maar ja, ook daar ga je afvragen van hoe goed is het onderzocht en hoe goed ik, ik kan het onderzocht worden door alleen maar bijvoorbeeld naar bloedmonsters of urine te kijken. Ja. Dus ben ik eigenlijk benieuwd. Ja, ik denk dat het best wel een, een nieuw onontgonnen gebied is. Um, ja, daar kom je wel achter. Onderzoek naar magnesium. Zijn er meer onderzoeken gedaan naar specifiek de relatie tussen magnesium en sporten? Ja. Bijvoorbeeld kramp? Ja, of... nou, sowieso even terug naar kramp. Want daar heb, is best wel, nou ja, de Cochrane uh, Review Commissie. Ja, dat dat zijn heb ik hier vaker gehoord. Ja, dat zijn dus de top of the bill van eigenlijk het verzamelen van studies. En daar een, een algehele conclusie uh, uithalen. Die zijn wel, wel klinisch gericht. Mm -hmm. En die hebben eigenlijk gekeken naar het aantal studies die gedaan zijn waarbij magnesium suppletie, dus magnesium is aangevuld, bij mensen die kramp hadden, maar dan klinische kramp. En dan noem ik dus de zwangeren en de ouderen en mensen die ze. Wat ah, verschilt tussen klinische kramp en kramp tijdens het sporten? Ja, nou, klinisch is dat ze zeggen van ah, dan, ja, nou ja, dat het dusdanig is dat je. Dat je ermee naar de dokter. Ja, precies. Uh, ja, ja. Blijf terugkomen. Uh, okay, nou ja. dus je en hebt, je en gekoppeld zoveel... mogelijk aan nou ja, diabetes of een ander onderliggend exact. lijden. Nierproblemen. Okay. Okay. En dat is, uh, dus dat is nog niet specifiek in sporters. Dus. Maar goed, in, en, de, in deze groep die zich meldt bij de dokter: met ik precies. heb zoveel kramp, hebben ze ja, naar gekeken. En, toen? en daar zijn studies dus gedaan. Uh, door die mensen op magnesium te zetten. En hebben ze eigenlijk elf studies gevonden. Als een soort van maatregel. Ja. Je komt bij de dokter ja. met klinische kramp. Nee, ja. met structurele kramp. Dan uh, gaat u eens magnesium slikken. Ik denk dat het vaker nog in het ziekenhuis is. Gebeurd. Exact. Ja. Ja. En, 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 en daar dan? kun je mooi gecontroleerd die uh, magnesium toevoegen. Nou, uiteindelijk vonden ze elf studies die zij zeggen. Ja, die zijn goed uitgevoerd. Ja. Goede, nou, waarschijnlijk placebo gecontroleerd. Uh, de, uh, en, en zij zeggen, nou, het maakt niks uit in ieder geval voor. Het opheffen of het verminderen van de spierkrampklachten. Ah, en dan komen we terug naar wat we in 35 ja. zeiden. De wetenschap heeft helemaal niet aangetoond dat dit soort suppleties ja. tegen kramp zouden werken in dit soort krampgevallen. Ja. En nogmaals, dit is een ander soort kramp dan de Exercise Associated uh, Muscle Cramp... Ja. Uh, waar wij het over gehad hebben. Ja. Maar ook daar hadden we eigenlijk twee sporen die het niet helemaal konden verklaren. De ene was inderdaad uitdroging en ja. te weinig elektrolyten, waar dan magnesium... Ja, dat was uh, gebaseerd volgens mij op die werkers van die Hoover Dam ooit... Ja. Ja. Die ze, waarbij ze achterkwamen dat die on onder hele he warme omstandigheden... Uiteindelijk zoveel vocht verloren en dat dat geassocieerd was met Kramp. De andere was meer die dat het met de aansturing te maken had. Hè? Waarbij ja. misschien Augurkenstap nog een, een rol ja, zou spelen. Het Ik vind dit toch even: een zijstap voor onze luisteraars, een van de meest frustrerende afleveringen van ja. de Simpesteerpot. Ja. Omdat het zo'n belangrijk uh, onderwerp is. Ja. Omdat natuurlijk als jij. Tijdens de hardlopen, wielrennen, triathlon en wat heb ik. Uh, Voetballer, voor mijn pad, Als je kramp krijgt. Ja, is, is het Echt prestatiebelemmerend. Ja, ja, ja. Hè? Het is gewoon einde. Of in ja. ieder geval tijd naar de kloten. En dat je dus eigenlijk daar, in ieder geval vanuit de wetenschap, niks aan kan nee. doen. En ik, ik schrijf vaak ook in de mails als ik dat, we hebben het toen ook gehad. Er zijn hele bloedgroepen en het internet staat er vol... die zweren dat het over vocht ja, gaat. Ja. Uh, er zijn mensen die zweren dat het over elektrolyt gaat. En dat is dan bijna geloof. Hè? En wat mm -hmm. het, anekdotisch heb ik genoeg verhalen ook zelf... van ja, maar sinds ik dat slik, ja. heb ik geen kramp meer. Ja. Nou ja, als dat voor je werkt... Moet me doen. Nou, ik moest denken aan jij noemde hem, die jongen die, uh, die onze uitgebreide brief, mail had gestuurd. En die, ja. die merkte ergens op: ik ben inmiddels gestopt met magnesium en ik heb minder. Ik heb kramp. nog steeds dat geen. Vond, ja. Ja, dus dat vond ik wel, uh, 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 wel hoopvol. Ja. Nee, maar, uh, Terug naar sport en onderzoek. Dat uh, wil ik toch nog aan: de, de waarschijnlijk de remedie is uh, krachttraining doen. Daar ik, ...tegen kramp. Het, ja, daar hebben we het toen ook al over gehad. Wel, er waren wat studies. Inmiddels was er een nieuwe studie volgens mij uit. Die hebben we ook gekeken. Gewoon naar een groep marathonlopers... ...die een beetje juist dezelfde tijd liepen, uh, et cetera. En dan gewoon gevraagd van wie heeft de kramp, wie niet... En dan is teruggekeken naar het trainingsprogramma en dan zitten de verschillen met name niet zozeer in het aantal trainingen op de weg of intervaltraining of noem maar op een aantal kilometers, maar puur van doe jij wel of niet krachttrainingen erbij. Ah, ja, okay. dus dat daar is als je een daar extra toch... plug voor de UHTT Body Boost om Zeker. Uh, dat toch maar even te blijven ja. doen. Gaan we terug naar magnesium. Zijn er nog meer onderzoeken gedaan naar de relatie tussen magnesium en, en sportprestatie? Ja, nou, die zijn er wel, maar naar nou, mondjesmaat moet ik zeggen. Um, wat sowieso al interessant is, en dat, ja, dan denk je, ja, uh, is dat ze bij gekeken hebben naar magnesium. En ik denk dat met name, ik geloof niet dat ze biot hebben gedaan, maar magnesium in het bloed. Mm -hmm. En in de urine. Ja. En daar op een gegeven moment... Ja, eigenlijk denk ik... Daar kun je een balans in vinden. Natuurlijk, als jij lekker in balans bent... Dan gaat er evenveel in als uit, hè? Ja. Dan, uh... Maar wat zij vonden bij marathonlopers... Die gewend waren om... Ja, 12 uur per week te trainen. En die moesten toen gedwongen terug. En dat was niet door een blessure. Dat was echt een onderzoekstudie. Uh, dat ze wel veel, veel meer metingen hebben gedaan. naar na vier uur in de week. En dan zagen ze eigenlijk... Dat, die, dat er een disbalans ontstond. Okay. Uh, en namelijk dat er relatief iets meer werd uitgescheiden door die, in de urine dan ingenomen. Niet uh, dat. Wacht het... even, dus dit was bij sporters die magnesium als supplement. Nee, nee gewoon, niet. gewoon die aten, die namen hun dingen. Dus dan, uh, nou ja, ik, ik had. Dus, dus eerst... het enige wat ze kwalificeerden voor dit onderzoek was dat ze actieve sporters waren. Ja. En bij, omdat ze. Of, het feit dat ze actieve sporters waren leverde op dat hun magnesium meer werd afgeschreven. Nee, het gebeurde wat... Dit waren marathonlopers die eigenlijk gewend waren 12 uur uh, in de week te trainen. Twaalf 12 uur in de week. Ik dacht dat ik nu veel train, maar ja. als ik dan kijk kom ik naar de 8 uur. En die werden gedwongen om terug te gaan naar 3, 4 uur in de week. Ah. En dan keken ze van, ja, uh, heeft dat gevolgen... Nou, ik denk dat ze allerlei elektrolyten hebben gemeten. Maar voor magnesium vonden ze dus dat er een soort disbalans ontstond. Door de reductie van het aantal uren ja. trainen. Ah. Ja, en dus zei ze dus, exercise zelf doet wat op... Ja, het hele evenwicht en het metabolisme heet het dan, de hele stofwisseling van magnesium. Ja. Ga je denken, ja, logisch, want als het zo in die spieren zit. En ik uh, ja, nogmaals, het is iets van. Wat je dan natuurlijk meteen wil weten, is de andere kant op ook waar? Als ik van drie uur trainen ja. naar acht of twaalf uur trainen ga... zie ik dan dat mijn lichaam die meer studies... magnesium gaat innemen. Het is bijna niet ja. te studeren. Natuurlijk. Meer vasthoudt dus ja, ja, in dat ja, geval. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Je kan je wel voorstellen, want ik, ik ga het zo zien van de magnesium. Wat ik las is rond de 60%, 63% meen ik zit in de botten. Ja. En dan uh, nou ja, 26% in de spieren en ja. dan die 1% nog in het bloed of zo. ja. ja. Dat je kan voorstellen als jij meer spieren weer kweekt... Zeg maar, of daar actiever mee ja, bent ja. of, of je je meer traint... Die ja. dat die, die, ja, daar meer magnesium naartoe gaat. Deels misschien in het herstel of noem maar op. Ja. Maar ja, dat geeft wel die complexiteit aan... van dat je, ja, hoe dynamisch eigenlijk magnesium is... en dat je daar misschien rekening mee moet houden. Komt eigenlijk de vraag van... waar ze ook nog niet over uit zijn... omdat het lastig is om te, te zeggen... waar zit nou precies die afkapwaarde? Wanneer heb je tekort ga jij bijvoorbeeld in studies vinden van waar ze magnesium suppletie doen, dus extra pilletjes ja. slikken zoals jij doet. En hè, vinden ze... alleen in de laatste ja, ja. dagen voor okay. de marathon hè, En Niet vinden, ze, vinden ze een positief effect? Is dat dan omdat een tekort echt wordt opgeheven en dat je dus nou ja, dat je eigenlijk deficiëntie had? Ja. Of is het inderdaad dat als jij extra veel neemt dat dat nog een extra effect heeft. Ja, dat je een soort overschot ja. een boost hebt. Ja, ja, dus dat het echt een prestatiebevorderend middel is dat je gewoon waarvan je extra moet nemen. Geef eens antwoord op die vraag. Is Weet, dit gevonden? Nee, want die studies, die uh, weten ze eigenlijk nog niet, omdat ze heel vaak vergeten of niet eens meenemen om echt dat magnesium te meten. En met bloed alleen red je dat niet. Nee. Je zou dan moeten, ook in de urine in ieder geval, moeten kijken misschien met biopten. het wordt. Ja. <laughs> Nou, maar... Um, Waar het nu op lijkt, is in ieder geval die paar studies voor duursporten. Het maakt voor de prestatie niks uit als je dus mensen extra pilletjes laat slikken. Maakt niks uit ten opzichte voor van wat? Van uh, ze, ze gaan niet sneller lopen okay. ten opzichte van de groep die placebo. Uh, die uh, studies flit. zijn gedaan. Ja, pak een beetje, ja, twee, drie dan, misschien. Ja, 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 okay. Maar de, er is gekeken ja. naar, doet magnesium in pilletjes iets op jouw prestatie? En dan kijken we dus vooral naar of je sneller Op de Langer duur gaat, minder ja. kramp, nee. Nou, ja. Duur prestatie, inderdaad. Ja, ja. Maar voor juist het kortwerk, juist kracht, ja. uh, spierkracht, er zijn toch een aantal positieve bevindingen nu. Dat een, uh, ja, ik denk dat het gaat dan toch om vier weken al snel. Sprongkracht is, uh, ja, gevonden dat die significant toenam bij een groep die oh. uh, magnesium nam. En ook in de sportschool, uh, zeg ik dan maar even kort de bocht. Mensen die uh, een groep, ja, het waren wel college studenten, die moesten bank drukken. Ja. En uh, die konden, A, uh, uh, meer uh, kilo's drukken. Ja. Als zij magnesium hadden genomen ten opzichte van de groep die uh, uh, een placebo had genomen. En daarna hadden zij een gevoel, werd gepolst, van hoe is het met je spierpijn? Dat die uh, minder was in de dagen daarna. Dus een licht, ik zet hey, hem in de show notes. Hey, licht, hoopvol. Hey, weet jij nog wat mijn laatste twee marathons? Hoe ik toen een dag later. ...hier de trap afging. Dan heb ik aan die dikke schoenen geweten. Ja, precies. Nou, misschien was het wel de bank. Ja, kijk. Nou ja. Ja, zou in weer moeten duiken. Ja, ik zie jou helemaal glimmen van... ...nou, je, je ja, zit nou, die pilletjes ja, kijk, nog niet kijk, opzij. wat ik wel heb... ...die pillen zijn niet duur... He, je hebt voor weinig geld uh, heb je wat magnesiumpilletjes. Ja. Uh, ik zit hier wel op de lijn. Baat het niet, dan dus schaadt het niet. Dus ik zit heel erg te zoeken naar. Uh, is er, is ja. er een negatief effect? Nou risico? ja, ik denk dat. dat uh, Want anders is er ook nog placebo-effect. Ja. Le 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 ja. Lekker, hè? Hey, Moeten we ja, niet ja, moet ja, onderschatten. Hey, hey, en, en toch even, hè? Maar dan zit ik hier gewoon ja. vrijelijk te, te redeneren in de podcast. Ik hoor jou net zeggen: als we het over kramp hebben. Hé, hey, er is een studie die aantoont. als je uh, krachttraining doet. Mm -hmm. Dan uh, ben je minder voelig voor kramp. Ja. Volgende studie die ik jou hoor zeggen. Ja. Luister, als je magnesium slikt. dan lijkt krachttraining beter ja. aan te slaan. Ja. Nou, redeneer even ja. door. Dus ja. je doet betere krachttraining met magnesium. En dan. Ja, maar jij, jij helpt verbindt allemaal dingen. Dat dus echt in de wetenschap. Nee, zo, dit kan echt, niet. Uh, is vloek in de kerk. <laughs> ja. Maar uh, jij het We wel. Best mooi doen. Artikel <laughs> dus de voor de luisteraars. Uh, die, dat 1 en 1 is 2 uh, in dit geval. Uh, uh, daar ben ik nog niet van overtuigd. Nee, er moet nog echt heel wat gebeuren. Ik denk dat onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Nog even, baat het niet? Schaadt het niet? Wil ik wel bij vermelden. ben ik eigenlijk benieuwd. Kijk, aan de ene kant zullen artsen zeggen. Ik ben benieuwd wat Guido zegt. Van ja, let op. Vooral mensen die al nierproblemen hebben. En ja, die ja, al mediceren. Allerlei medicijnen slikken. Die ja. uh, ook die. Uh, ja, die, die wat vragen van de nieren. Dus waarom zou je het doen? Ten tweede is het een onderdeel van het lichaam wat toch zorgt voor. Ja, dat magnesium op de een of andere manier een beetje in balans blijft. En hoe hier al een bepaalde balans mm, is. Mm. Behalve die nieren heb je ook de darmen. Die kunnen op een gegeven moment ook zeggen van ja jongens, we hebben zoveel magnesium in ons lichaam. Ik ga het gewoon niet meer opnemen. Uh, dus het wordt ook wel uh, gerapporteerd. En daarom ben ik benieuwd naar jou. Dat het uh, een overmaat of in ieder geval slikken van magnesium darmkrampen klachten geeft. Je ja. raakt er toch aan de diarree van. En dat werd ook in die cochrane-studie uh, gevonden. dat er, wel een bij er was geen positief effect van die magnesiumsuppletie op kramp. Nee. Uh, verm vermijden van kramp, verminderen ja. van kramp. Ja. Maar er was wel een bijeffect, namelijk dat ze last van hun darmen hadden. Dat zijn, bedenk ik, Zij behoorlijk of ik op mijn marathondag ja. last van mijn darmen heb. Ja, het antwoord is ja. ja. Maar dat, ja, is dat ligt op... aan die magnesium, ja, ja Dat, nee, dan dat ligt aan die ja. magnesium ik je. Ik dat aan. Het ja. feit dat ik zoveel zooi naar binnen douw op zijn dag. Ja. Aan gelletjes en, en extra koolhydraten. En vervolgens nog drie uur, vier uur ja. heel hard ga lopen rennen. Maar wat uh, ga je doen? Um, Eerst met Guido overleggen maar. Ik ga zo even luisteren wat Guido zegt. Is om uh, te kijken of je het me echt afraadt. Ja, ik denk omdat ik heb natuurlijk nu twee hele succesvolle marathons gehad. Ja. En daar heb ik in de laatste drie dagen een paar van die pilletjes erin gemikt. Ja. Dus wie zal ik nou zijn om dat niet te blijven doen? Ja, we kunnen ook He? een mooi experiment doen. Ja, dat je, ja, weet, dat dus je mijn placebo-pilletjes ja, hebt. Ja. Ik heb hier ja. wel een potje bij met allerlei ja, ja. pilletjes. Ja, Dit dus is echt een ja. mooi spul. BCAA, ja. ijzer. Nou, noem ze maar op. Ja, eens. eens. Want, want de conclusie is dus eigenlijk dat er, behalve bij die fitnessstudie. Dus op de mm -hmm. aangroei van spieren ja. zijn er geen direct positieve effecten van magnesium ja. aangetoond. Ja, en die sprongkracht inderdaad. Um, plus, daarbij denk ik: ja, als het in college-studenten, kan je ook voorstellen dat die wellicht niet. Die dat die makkelijk eten, van wat makkelijk voedsel gaan, bewerkt voedsel, ja, 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 ja. dat die toch van nature niet nou, ja, dat gezonde patroon hebben ik wat niet mag jij hebt. Als, als ik niet de ene studie aan de andere mag knopen, ja. mag jij nu nee, niet nee, aannemen dat, dat studenten ongezond ja. eten? Nee, maar de beste studie die uitgevoerd moet worden, is dat je eigenlijk dus dat allemaal meeneemt. Ook ja. het voedingspatroon, nou goed weet waar je al je niet magnesium te doen, moet natuurlijk. weten. Nou, ja, niet te doen. Nee. Um, we gaan zoomen met Vroemen. Maar niet voordat ik even nog een paar uh, leuke vrienden van de show in het zonnetje wil zetten. Want uh, begin van het jaar zijn er weer veel mensen die hebben gezegd: die slimmer presteren podcast, die bespaart mij zoveel. Geld omdat ik wel of niet magnesium koop of die uh, geeft mij zoveel plezier. Dat is eigenlijk vooral het argument wat ik uh, lees als mensen toelichten waarom ze vriend van de show zijn geworden. En uh, wij zijn heel dankbaar en blij, want we komen inmiddels op een niveau dat toch in ieder geval uh, de, de kosten min of meer gedekt beginnen te worden. Ah. We kunnen nog steeds niet leven van dit mooie project. Neem ik zo een kopje koffie erbij. Uh. <laughs> maar de productiekosten die uh, beginnen rij redelijk gedragen te worden. Uh, dankzij uh, Guido zonder achternaam Gerard zonder achternaam en Job zonder achternaam Maar ook Ronald van der Bok Die we natuurlijk zagen op onze meetup uh, met Wind in november Koen Durlo Koen mm -hmm. is uh, gynaecoloog En die gaan we dit zevende seizoen ergens spreken Over sporten rondom de zwangerschap Dus uh, hij wordt binnenkort ook special guest Nu vriend van de show Edward at uh, gapgast.nl weer uh, sluikreclame is vriend van de show geworden Niels Berendsen ook Karin Gipkus en Dennis Auerkerk zijn ook allemaal vrienden van de show geworden dus um, als je nu denkt oh ja nou, dat is wel een naam die ik ken. Of als je denkt, uh, dit uh, wil ik ook. Ik wil erbij horen. Uh, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Naast dat je ook ons financieel steunt, heb je nog een aantal andere voordelen. Je krijgt bijvoorbeeld 25% korting op alle artikelen bij ons in de webshop. Hartstikke leuk. Zo'n buff, een boek, een shirt. Alles wat je maar wil voor 25% korting. En... Je krijgt toegang tot de exclusieve Strava Club. De Slimmer presteren Podcast Strava Club. Ik heb het aan het begin van dit seizoen al een keer gezegd. En ik zie het nog steeds hier regelmatig. Mensen zich daarvoor aanmelden. Ja. Ik denk omdat ze dan in hun Strava-netwerk ja. mensen in die club zien. En dan kijk ik bij Vriend van de Show. Hebben ze niet betaald? Dus uh, ja, je mag er echt alleen in als je ook uh, financieel donateur van onze podcast bent. Zo, genoeg uh, gebedeld. We gaan zoomen met Vroemen. Doen we. We gaan zoomen. Guido, hey. goedemorgen. Goedemorgen, heren. Nam nam nam. Wat zie ik daar nou van wit poeder tussen je tanden zitten? Je zit er niet aan de magnesiumpillen of wel? Ja, dat vind ik wel een hele insinuerende opmerking. <laughs> ik weet niet wat nou andere mensen gaan denken van, God, wat heeft wit poeder? <laughs> ik zit het niet okay. onder je neus, Guido. Ja. Ik het tussen je tanden. Bedankt. Nee joh. Hey, we hebben het over magnesium. Nee, Fantastische, belangrijke stof in ons lichaam, doet uh, allerlei goeds. Maar de vraag is, uh, moeten we het ook suppleren? Oftewel, moeten we er pillen voor slikken? Ik mm. heb net al bekend dat ik er een gewoonte van heb gemaakt om in de laatste dagen voor de marathon dat wel te doen. Mafkees. Ja. Ik heb ook al gehoord dat jij me daar al een keer volledig belachelijk over hebt gemaakt. Met de vraag, wie heeft jou dat dan aangeraden? En daar uh, heb je eigenlijk het antwoord op de vraag die we je vanochtend willen stellen al verraden. Guido Vroemen, uh, coach, topcoach ja. van diverse atleten die serieus met sport bezig zijn. Adviseer jij jouw atleten om magnesium te suppleren? Het ligt eraan of ze, dat, of ze zelf een bepaald. Nou ja, weet je, sommige mensen denken dat magnesium kan uh, helpen als je veel spierkrampen hebt. Nou, dan denk ik denk dat daar ook wel een, een, een kern van waarheid in zit. Zeker uh, uh, kun je dat dan pro proberen om dat te suppleren. En dan kijken of je daar minder last van hebt. Dus, dan is het zeker uh, zinvol om dat um, uh, wat extra te nemen. Magnesium is belangrijk bij um, de hele spiercontractie ook. Ja. Het, het bindt ook aan je ATP, wat we al eens eerder hebben genoemd. Uh, om te zorgen voor uh, de spiercontracties. Dus ja, het is wel een element um, wat belangrijk is en um, waar je een bepaalde hoeveelheid van hebt. Maar waar ik ook wel een beetje van uit de praktijk... Um, als je dat prikt in het bloed, ja. kom je dat niet zo heel vaak tegen dat het te kort is. Hmm. En dat heeft meer te maken dat het bloed... Tenminste, dat heb ik wel eens met een uh, klinisch chemicus over gehad. Het bloed beschermt zichzelf als beste. Dus dat zorgt gewoon dat er steeds genoeg in zit. En dan de rest van alle andere omgeving, daar zal het wel minder zijn. Bijvoorbeeld in de spier. Ja, ja terwijl het in de bloed nog steeds goed genoeg is. Dus ja, Dat heeft dan is het lastig om te zeggen, van, ja, te heb ik nou tekort of ja. heb ik niet tekort? Ja. Ja. En dan, ja, weet je, dan, dan zeg ik wel, ja, dan kun je best wel wat extra nemen. En dan hoeft het niet per se pillen te zijn. Je kunt ook um, smeren of in een bad zout gooien. Is het zo? Kun je het zeg maar uh, via de huid uh, tot je ja. nemen? Via ja, daar de... ja, zijn ook wel genoeg studies van dat je gewoon als je in een magnesiumbad gaat liggen, dat dat ook gewoon wordt opgenomen. Kijk, wat je, als je op vakantie gaat naar de Dode Zee. vind ik interessant, want ik heb in de show notes een studie toegevoegd oh. die juist daar zegt van nou, niet. ik zou daar oh. toch niet maar voor kiezen, zeg maar. Mm. Want? Ja, omdat die eigenlijk. Door de dat... zee te gaan of in bad te liggen? Door de zee altijd goed. Maar dat ah. dan de opname toch, uh, ja, je niet zeker van bent waar dat überhaupt dan weer terecht komt. En waarschijnlijk, ja, heb je gelijk. Ja, hoe, hoe kom je erachter van of het uh, magnesium <laughs> ja, op pijl brengt? Want in het bloed zal je het niet zo snel gaan aantreffen of van als we nee. een toename zien. Dus. Maar een toch beetje even, lastig. Waar komt dit idee uh, van Guido? En, en we hebben het vaak gehoord dan van Daan, dat een magnesiumbad zou helpen. Ik denk toch van het de, de thermaalbaden of de, gezond, ja, de gezondheidsbaden. Yep. Uh, nou ja. En, ik bedoel, ik denk wel dat er studies zijn die laten zien dat soort baden kunnen helpen. Maar niet specifiek, denk ik, voor sporters. Die uh, last van kramp of zo hebben of het gevoel uh, dat... Dus ik, ja, nou ja, ik denk dat het begint... Natuurlijk hadden we het al over gewoon goede gezonde voeding. Ja, en, uh, altijd. Ja, en uitkijken natuurlijk, ja. Uh, maar dat kunnen onderliggend lijden bijvoorbeeld. Of nierproblemen, die kunnen er doorheen spelen. Ja. Maar het is, uh, ja, het is niet fijn als je, nou ja... Ja, het is lastig erachter te komen, vinger achter te krijgen... Ja. Uh, en als het echt deficiëntie hebt, ja dan heb je volgens mij een probleem, ik hoorde nog iemand net lang achter de knoppen, die kende iemand vanuit het ziekenhuis, die waarbij ze na, nou het kostte toch weken om erachter te komen meen ik, ja een dat buurman iemand... hè, die er ernstig slecht ja. aan toe was, werd opgenomen in het ziekenhuis en dan, uh, ja dat is niet het eerste waar je aan, aan denkt denk ik ook omdat je waarschijnlijk in zo'n uh, bloedprikmeting uh, niet, niet ja. meteen iets hebt, oeh die is uh, echt alarmerend laag of iets dergelijks Um, volgens mij noemde ik net nog niet. Ik had het over botbroken, boze botten. Maar ja, broze botten. Ja. Hartritmestoornissen ja. kunnen er nou ook gaan optreden. Logisch, ja. omdat het belangrijk is natuurlijk voor die, uh, die ionen gradiënt ja. uh, Een beroerte uh, las ik. Dus. Alleen het is, ja, het is best wel lastig om meteen te zeggen: ah, magnesium tekort. En dat is denk ik toch. Nee, dat, een, zou ik, dat zou ik ook zeker niet zeggen. Ja. Um, maar stel dat er een, een, een soort. Historie is of van, van snel spierkrampen krijgen. Na, na inspanningen waar je veel zweet. en noem het allemaal maar op. Ja. Ja, dan zeg ik wel van. nou ja, dan zou ik toch wel eens. een beetje proberen wat extra. daarvan in te nemen. Um, want zeker met, met sport. je verliest ook gewoon. Uh, ook veel zouten. en er zit magnesium daar ook bij. En als je dat. als je dat uh, kunt oplossen. door het wat extra in te nemen. want ja, overdosering is ook weer niet heel erg. Uh, uh, ...vaak hiervan beschreven. Nee. En, uh, dus wat dat betreft kun je... ...zal ik niet zeggen, nou ja... Uh, ...baat het niet, het schaadt ook niet, maar... ...als je een, als je een uh, supplement neemt... ...met gewoon één keer extra... ...de uh, aanbevolen dagelijkse hoeveelheid... Prima. Kan dat prima. Weten we iets van hoe snel dat magnesium op zijn plek komt? Nee, natuurlijk ook niet, want we kunnen niet nee. meten nee. waar het zit. Dus ja. ik, ik heb een soort idee aangewend dat ik dat drie dagen van tevoren ga slikken. Ja. Is dat op tijd? Te laat? Uh, moet ik al een week eerder beginnen? Ja, nou nee, ja. Weet ik ook niet. Ja, weet je je weet je. Nou ja, we weten je. niet een optimale dosis. Nee. 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 Dus als je geen optimale dosis weet, dan doe je een beetje, ja weet je, dan doe op je, je gevoel. Ja. En dan denk ik, ja weet je, als ik nu de laatste week wat extra steeds een beetje extra neem... dan weet ik zeker in ieder geval... Dat ik zeg, over een week bij de wedstrijd niet tekort heb. Nee, exact. exact. Nou, uh, nog, nog één ding dan toch checken. Die keer dat we het er even over hadden, Guido, en jij nee. zo hard ging lachen. En een beetje ging zeggen, nou, en, pak dan ook maar dat, pak maar ook maar dat. <laughs> waarom is dat dan? Is dat vanwege de onwetenschappelijkheid van deze grill? Of, of, of is er nog een andere reden waarom je ook, bij, ook dit zou kunnen afraden? Ja, je moet bij als je, al die supplementen moet je sowieso bekijken of het als het te veel gaat nemen of dat um, gevaarlijke ja uh, voor nieren en leven heeft, ja, ja precies weet je overdosering vitamine B6 bijvoorbeeld hè? dat is wel een beruchte dat is bekend verhaal hè van de schaats. Over... ja ja ja, ja, ja. Die nou, ene, precies ja. die kan overdoseerd worden en dat geeft niet meteen zeg maar hele Gevaarlijke klachten, maar wel nou ja, een beetje zo'n vermoeidheidsklachten. en soms wat zenuwachtige pijnen. Um, nou ja, dat zijn wel dingen waar je rekening in moet houden. want dat zat ook wel eens. Nou ja, keer 300% of zo in, 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 in uh, supplementen. Dus je, als je gewoon je houdt aan de 100%, wat dagelijkse hoeveelheid wat erin zit. dan, dan heb je weinig te vrezen als je de, je daaraan houdt. Ja. Kortom, gebruik je verstand. Er zijn kansen, met name voor mensen die kramp hebben. Aan de andere kant, anekdotisch, net zo ja. goed van niet. Wetenschap ja. is er uh, moeilijk over, maar dat komt eigenlijk vooral door een meetprobleem, leer ik hier van jullie. Ja. Het is bijna niet goed te meten en te duiden. Ik las ook ergens namelijk dat op zich magnesium zweet. waren ze niet zo bang voor dat er heel veel gebeurde. Maar ja, ik ben natuurlijk. Van huis uit meer de fysiologen en dan ga je eruit van het lichaam dat gewoon perfect werkt, homeostase gaat en dan zouden in principe de opname en uh, de afvoer de via de nieren zou dat allemaal mooi gematcht zijn. Maar ik zie ook wel dat tijdens inspanning van alles gebeurt in het lichaam waardoor uh, ja ook de nieren dat dat het net even anders gaan doen en uh, dus ja. op die manier uh, ja. kan het volgens mij voor jou Gerrit geen kwaad, Geen kwaad Als he, jij dat nog is in die paar dagen voor de Rotterdam marathon. Om maar dat kramp scenario, hè, kans op kramp te ja. minimaliseren en een beetje placebo effect. Precies. Om ze gewoon in het menu te houden. Ja. Ja. ja, dat laatste vooral natuurlijk. Dat is gewoon wel prettig. Ja, ja toch? Beetje ja. zo. Het aan mij zat niet liggen aan de maar Ik klein heb klein alles eraan beelders, gedaan. Ja. Ja, ja. Ja, ja, En ze kost ook niks. Dus het is ook niet dat je een breuk valt omdat je hele dure. En het proeft ook niet naar ijzer of iets. Hè, toch? Nee, je merkt nee. er helemaal niks van. Je hoeft er ook ja. niet op te kou hè? Nee, zeker niet. Misschien want, heb jij gewoon placebo-pilletjes, maar goed. Dat, nou, Weet je ja, wat we dat, dan nog gaan doen? Nou? We gaan ook nog... In, de, in die laatste week koop je zo'n hele zak van dat uh, magnesiumzout... ga je elke dag ook nog even een half uurtje in bad ah, liggen. Ja. ja, maar pas ja. op. Straks heb ik dan weken voetjes en dan krijg ik hele grote bladen. Nee, nee, je hoeft niet je voeten erin. Die kun je eruit laten. <lacht> <Ja>. <lacht> gewoon alleen maar met je, met je torso. Ja, ja lekker. Ah, okay. Lekker met de torso ja. in het magnesiumbad. Ja. Klinkt heerlijk. Gaan we doen. Hé, hey, voor mensen die zeggen een beetje zweten... Dat lijkt me wel leuk. Uh, als je het niet gedaan hebt, ga eens even naar de website uiletorenloopleersum.nl, ja. want de inschrijving is open. En het zou toch wel heel tof zijn om jou te treffen als luisteraar van de Slim Posteren podcast op een leuk ons eigen hardloop evenement. 3 juni 2023, zaterdagmiddag, komen we bij elkaar rondom de uiletoren in Leersum. Mooie VIP ontvangst voor luisteraars in de binder. Jurgen, ja, huh? jouw deelproject. Mee, het. Ja. Uh, dus als je nu niet gedaan hebt, kom lekker hardlopen met de Slim Posteren podcast in Leersum. En verder horen we natuurlijk graag jouw vragen, jouw reacties, jouw opmerkingen. in aanleiding van deze aflevering over magnesium. Kun je op een aantal manieren bij ons terecht doen komen. En blijf even luisteren tot het einde, hè, want er komt nog een uh, slim presteren podcast-tip voor op ja, je werk. Om de maar week eerst, een beetje door te komen. Ja, om de week door te komen op je werk. Je kan ons bereiken via social media. Daar zijn we te vinden op Instagram, op LinkedIn en op Twitter: de Ad's Slimmer podcast. met iedere week een uh, post over onze nieuwe aflevering kan je op reageren, kan je hartjes geven, kan je doorsturen. Maar vooral moet je ons even op die kanalen gaan volgen... want dan kan je ons ook berichtjes sturen. En op LinkedIn krijg je dan diezelfde tip... die deze week aan het einde van de aflevering zit... ook nog een keer schriftelijk... met een link naar de studie waar Jurgen het over heeft. Dus nou, completer kunnen we het niet maken, toch? Daarnaast kun je ook naar onze website... www.slimmerpodcast.nl Als je daar naartoe gaat, met name op je laptop... krijg je altijd zo'n pop-up, hè? Meld je even aan voor de nieuwsbrief. Ja. Best wel irritant, ik weet het. Het kruisje is soms wat verstopt, rechtsboven kun je wegklikken. Maar als je je even abonneert op die nieuwsbrief, dan ben je ook altijd op de hoogte van de wedstrijden waar jij en ik starten. Dan krijg je een gratis Slim Posteren podcast sportshirt. En dus ook het laatste nieuws over de Uilentorenloop, de heuvelrug Triathlon of die LinkedIn tips. Dus abonneer je ook op die nieuwsbrief en dan kun je ook mailen naar ons via post.slimmerpodcast.nl met al jouw reacties, vragen, aanvullingen of gewoon om te laten weten hoe het met je gaat. Um, daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering. Volgende week hebben we een speciale gast, Kas Voegs. Gaan ah, we het hebben over zijn onderzoek naar herstelstrategieën. We gaan het ook nog een beetje over voeding hebben: over eieren, ja. over eiwitten ja. en over timing. Rocky. Oh. En die week daarna spreken we jou weer, Guido. En dan gaan we het hebben over sporten op gevoel. Mmm. Hmm, dat was namelijk net uh, dat was een goede uh, dan wat je net zei, als laatste. Wat? Nou ja, over de show notes. En dan zei je: nou, je kunt ook gewoon zeggen hoe, uh, hoe, hoe gaat het met je? Ja. Hoe voel je je? Als je ons wil mailen, hoe is het ja. met je gevoel? Ja. 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 Hoe is het met je? Ja, dat willen we heel een hele graag goede weten. Goede vraag. Over twee weken willen we van jou horen, Guido: welke gevoelsparameters jij belangrijk vindt bij je atleten? Tot dan! Ja. Heel goed. Hoi, hoi. hoi. Doei. 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 Aan het eind van iedere aflevering van de Slimmer Presteren podcast delen we nog een tip, uiteraard gebaseerd op wetenschap, om slimmer te presteren op je werk. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleren en nog veel meer. Jurgen, dit, uh, deze week wil ik niet een tip voor mezelf, maar ik maak me zorgen om een aantal collega's die ik om me heen zie die. Eigenlijk heel weinig sporten. Ja. En dan denk ik, joh, dat is toch hartstikke ongezond. Kan er nou zitten, niet anders zitten, zitten. Ja. Hè? Ja. Wat kunnen zij het beste doen als ze niet zo fanatiek willen sporten als ik? Nou, wat al genoeg is, is eigenlijk om drie keer twee minuten verspreid over de dag, dus tijdens die werkdag, even heel intensief iets te doen. En dat kan Nou, die trap op sprinten zijn, maar je kan ook pak een collega, gooi die de lucht in, show met een doos. Gewoon even inspannen, twee minuutjes is al meer dan genoeg als je dat drie keer op een dag doet. Dat blijkt uit een Engelse studie uh, bij 25.000 Engelsen. 25.000, ja. is echt veel hè? Die, hebben ze gewoon, die mensen hadden gewoon zo'n zo fitnesstrekker om en hebben ze gewoon gekeken, uh, vervolgd van ja, uh, hoeveel mensen gaan er uiteindelijk sterven daar. Dus ze hebben zeven tot zeven jaar die mensen gevolgd. En dan is vergeleken van als mensen nou wel of niet deze inspanningen doen, eh, blijkt dat toch een verschil te geven van een, een lager risico van 40 tot 50 procent op hart- en vaatziekten en, en kanker. Wow. Dus zo'n kleine inspanning, heftige inspanning, drie keer op een dag, twee minuutjes. Ja, deel iets, ren iets, dus ren naar de bus. Maar, ja, precies. Even printerpapier van beneden naar boven gaan ja. brengen, toch? Ja. Heel goed. We gaan meteen aan de slag.